sta je in de Egbertzaal van de Nieuwe Kerk. En achter mij zie je al wat foto's van de World Press Foto tentoonstelling. Die wordt vandaag geopend. En wij zijn uitgenodigd als pers, dus dat is al heel cool. World Press Foto is meer dan een wedstrijd, zeg ik steeds vaker. Als je kijkt dat je met het resultaat van deze wedstrijd hier in Amsterdam 100.000 bezoekers trekt, dan zien we de kracht en de impact van World Press Foto al voor ons. En hoe heet je? Laurens Korteweg. Ik ben bij World Press Foto verantwoordelijk voor de tentoonstelling. Mm-hmm. We staan inmiddels voor jouw foto? Of, Ja, nou, niet mijn foto, maar mijn favoriete jouw foto. Jouw favoriete foto, ja, oké. Okay. Dit is werk van Daniel Berulak voor de New York Times. En nou, we weten allemaal wat er vorig jaar op de Filipijnen is gebeurd. President Duterte. Ja. Met zijn ongelofelijke bewind en zijn antidrugsbeleid. En daar is Daniel Berulak heen gegaan. Dat heeft geprobeerd vast te leggen en hij is gewoon naar crime scenes gegaan. En hij heeft het op een bijzonder mooie manier in beeld gebracht. Voor mij juist ook die kleuren die erin zitten, die het bijna een soort vrolijk tintje geven. Ja, terwijl het eigenlijk over iets heel treurigs gaat natuurlijk. Het is verschrikkelijk. Ja. Ik hoorde net dat jij zegt heel actueel. Ik denk, oh god, heb ik wereldnieuws gemist. Maar de panda's zijn aangekomen. Ja, nou, het is geen wereldnieuws, maar gisteren zijn de panda's uit China aangekomen. Die we als cadeautje hebben gekregen. Maar hier staan we voor panda's die Amy Vitale, Amerikaanse fotograaf, heeft vastgelegd. En dit is ja, ergens prachtig werk, ook heel hilarisch werk. Ja, je moet ze natuurlijk wel heel voorzichtig behandelen. Dus wat doe je als je een panda gaat fotograferen? Dan doe je een panda pak aan. Dat is echt waar, dat is niet voor de grap. Dus nee, het is niet voor de grap. Het is echt gewoon om zoveel mogelijk op de panda's te lijken. Doe je pak aan om ze zo min mogelijk af te schrikken. Dit vond ik wel een heel indrukwekkend beeld. Je ziet hier een hele blauwe open zee. En daarin drijft een boot vluchteling. En het raakt mij heel erg omdat ik vroeger veel gezeild met mijn ouders. Veel open zeeën gezien en ik associeer dat heel erg met vrijheid. En hier zie je iemand die gevlucht is juist voor onvrijheid en voor oorlog. Dus die zee, ik associeer met iets moois, verbeeld hier iets heel erg naars. We staan hier bij een tentoonstelling van Kids Fights en die heet de International Children's Peace Prize, de Internationale Kindervredesprijs. En die vertelt het verhaal van hele bijzondere jongeren en kinderen die opstaan tegen een onrecht. Eigenlijk gaan die verhalen erover dat kinderen ook changemakers kunnen zijn. Wat het beeld ook uitdrukt, een kind die de wereld in beweging brengt. Dat is ook de essentie van het verhaal en is ook het logo van Kids Fights. Wat vind je specifiek van dit jaar van de foto's, als je het vergelijkt met andere jaren? Het is heel veel kommer en kwel natuurlijk wat je ziet. En dat is niet anders dan anders. Maar je wordt er wel weer op een bepaalde manier en soms ook wel weer op een andere manier naartoe getrokken. Er zitten hele hartverscheurende foto's bij. Maar sommige zijn ook toch ook weer mooi in die ellende die wordt getoond. Maar ook met die audiotour erbij dit jaar. Even vanuit die journalistieke hoek hoort waarom die foto's zijn genomen of hoe het kan dat die journalisten op die plek waren. Ik vind dat heel bijzonder. Dat maakt deze tentoonstelling, deze editie ook wel weer heel speciaal. Het plan was om even een korte vlog te maken, maar dat is natuurlijk weer mislukt. Ja, ik was zelf ook echt wel weer onder de indruk. Het is altijd weer even een goed realisatiemoment voor jezelf om te beseffen wat er in de wereld allemaal gaande is. En het kan geen kwaad om er af en toe wat vaker bij stil te staan.